Dag beste voetballiefhebbers, welkom bij een nieuwe FPL-show. Niet alle wedstrijden gingen door afgelopen week, dus misschien heb je wel de tijd gehad om een paar wijzigingen door te voeren. Een solide team voor speeldag 22, daar draait het om. We blikken terug op de spelers die afgelopen weekend furoren maakten op Belgische grond. Geen Paul Onuachu, maar wel een ontbolsterde Junya Ito. Met 5 doelpunten en 9 assists dit seizoen is de Japanner duidelijk een van de beste middenvelders in onze competitie. Dat bevestigt hij althans week na week. De afgelopen 2 speeldagen was hij betrokken bij meer dan 50% van de Genkse doelpunten. Het wordt dus misschien een keertje tijd om hem de armband toe te vertrouwen. Zijn prestaties die blijven ook bij EA Sports natuurlijk niet onopgemerkt, want Junya Ito werd beloond met een plek in het Team of the Week van FIFA 22. We blijven hameren op een zorgvuldig gekozen defensieve lijn. Bij de Buffalo's loopt er een verdediger rond die dit seizoen al 4 keer kon scoren. Castro Montes was tegen Kortrijk opnieuw beslissend met een doelpunt na een droogte van 3 maanden. En met een rugzak vol vertrouwen zal hij willen bevestigen tegen Charleroi. Hij is echter wel de duurste verdediger in de top 10 met een prijskaartje van 6,5 miljoen. Ook een periode van droogte, want sinds 28 november niet meer gescoord en sinds een 5 doelpunten begin augustus nooit meer dan 1 keer per wedstrijd de netten kunnen doen trillen. Michael Frey is helemaal terug en bereikt de IJssel na de status van MVP deze speeldag met 13 punten. Na een dubbeltje tegen de Zebra's is nu Oostende zonder Alexander Blessin het volgende slachtoffer van de Zwitser. In het vizier de gouden stier van Dennis Undaf. Om af te sluiten een verrassing van formaat 2 doelpunten op 20-jarige leeftijd in de Gelamco Arena. Een droom die uitkomt voor Dylan Mbayo. Een jonkie die het Kortrijk Zaanse publiek en zijn coach kon bekoren. Een 4e basisplek op rij die longt. En hij kost je maar 4 miljoen euro. Daar moet je dus echt wel je slaap niet voor laten. Laat ons voor de fun nog even terugkijken naar zijn doelpunt afgelopen weekend in de ultieme slotfase. Het wordt nog spannend, dit match en de K3. Hij vindt daar Mbayo opnieuw de stift en de 2-2. En toch de gelijkmaker waar Agent moest voor opletten. Gebeurt 2-2 in de 91e minuut. Tot zover deze FPL-show. We hopen dat jullie een puntenrijk weekend hebben gehad. Dit weekend genoeg lekkers op de menukaart met Union Genk, Standaard Brugge en Charleroi tegen Gent. En wij zien jullie graag volgende week terug. Tot dan!